Martijn Bartho, je keert morgen terug in de basis. Dat moet een goed gevoel geven. Ja, dat klopt. Ik ben er even uit geweest. Even geblesseerd geweest. Maar ik ben weer volledig fit en ik mag starten morgen. Dus daar ben ik blij mee. Ja, want je moest Karim Borsi de laatste weken voor je dulden. Was dat zuur om hem op die bank te laten nemen? Ja, het is altijd zuur als je op de bank moet zitten. Dus ja, ook deze keer weer. Je scoorde tegen Go Ahead en vorige week ook tegen MVV. In de radiostudio zeiden wij, want de Falcao scoorde vorige week 4 keer. Zeiden we in de radiostudio, ja, het is wel een beetje een Falcao die Bartho. Want het is een spits die vaak wordt afgeschreven, maar altijd weer terugkomt. Ik wou dat ik zijn bankrekening had. Maar ja, als dat voor Falcao geldt, het geldt in ieder geval ook voor mij. Trainer zet me af en toe wel eens op de bank. Dat is vervelend. Maar ja, je moet nooit opgeven. Zolang je mag voetballen, en zeker voor deze club, ga ik niet bij de pakken neerzitten. En zal ik altijd blijven vechten. Dus tot nu toe pakt dat telkens prima uit. Dan begin je morgen tegen RKC. Wat voor een ploeg is dat RKC? Nou ja, ze zijn niet fantastisch begonnen aan de competitie. Maar ze hebben wel Sparta uit de beker geknikkerd. Dus dat zal ze vast vertrouwen en hoop geven. Nou, ja, wij moeten er vanaf minuut 1 voor zorgen dat we daar niks van terugzien. En ja, dat we ze onder druk zetten, waardoor hun hopelijk niet aan voetballen toekomen. Ja, want jullie hebben nog geen thuisoverwinning geboekt. Is dat iets wat in de groep leeft? Ja, tuurlijk. Niet zozeer dat je... nou ja, niet alleen dat je niet hebt gewonnen. Ik bedoel, het voetbal was toen ook niet heel goed. Daarnaast hebben we de uitwedstrijden de laatste tijd goed af weten te werken. Met goede resultaten. Ja, dat moeten we nu een vervolg geven hier thuis. Ook voor de supporters en ook voor onszelf. En dan ja, kunnen we daarna weer eens even naar de ranglijst kijken waar we dan staan. Ja, want ja, jij moet dan morgen mede voor de goals gaan zorgen. Wat weet jij van het centrale duo? Hoe ga je dat, ja, hoe kun jij daar tussenin gaan fungeren? Ik weet het een en ander van ze, maar ik ben niet de speler die naar de tegenstander kijkt. Dat heb ik niet gedaan toen we hier tegen het Ajax speelden. Dat doe ik ook niet als we tegen RKC spelen. Ik ga van onze eigen kracht uit, van mijn eigen kracht. En ja, wie er tegenover je staat, daar heb je niet zo heel veel invloed op. Dat bepaalt de trainer aan hun kant. Als wij goed voetbal spelen en ons aan onze afspraken houden, dan moet dat het gewenste resultaat opleveren. Dus of ik dan tegen De Ligt of tegen Drost speel, dat is mij om het even.